Zit hier gewoon tepels in. Je bent 24 uur een man. Hallo, het is tijd voor een nieuwe challenge vandaag. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video trouwens. Ik ben Lisa Dalmans en ik ga weer eens een keer een experiment doen in deze video. Ik ga proberen 24 uur lang als man te leven. Hoe kwam ik op dat idee? Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. En hoe gaan we dat doen? Oké, misschien moet ik mezelf wel even duidelijk maken. Ik ga als een man leven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik als alle mannen ga leven. Want ik heb er een beetje een hekel aan om mensen over één kam te scheren. Dus ook mannen zal ik niet over één kam scheren. En dat is dat ik hoop dat mannen dat niet over vrouwen doen. Maar ik ga wel proberen om als een man te leven. En daarbij neem ik dan maar gewoon even mijn eigen man als voorbeeld. Het is nu precies 6 uur 's avonds. Oké, dan ga ik beginnen met mijn make-up eraf halen. Want ondanks dat er wel misschien mannen zijn die wel eens make-up dragen, ja, denk ik niet dat veel mannen dat zeg maar doorgaans doen. Oh, oorbellen doe ik ook uit. Oh no. Een man kan wel een oorbel, toch? Ja, eigenlijk wel. Maar mijn man zou dat niet doen. Dus... En ik ben vanavond soort van alleen. Dus dat betekent dat ik ook iets moet gaan doen waarvan ik denk dat een man dat zou doen als hij alleen zou zijn. Dit is geen straf. Proost, man. Oh, misschien moet ik even... Oh, ik moet natuurlijk ook geen BH dragen. Nee, dat moet allemaal uit. Kan niet. Dat moet allemaal uit. Zo, even naar boven lopen. Dit laat ik natuurlijk gewoon liggen. Dit laat ik ook gewoon liggen. Niks mee te maken. Ik ben op zoek naar kleding. En ik pak gewoon de eerste van de stapel. Oké, make-up eraf. Eerste van de stapel. Ik dacht, nou, dan doe ik ook maar gewoon Bart's boxer aan. En het is best wel warm. Dus ja, waarom zou ik nog een broek aan? Ik kan er gewoon zo rondlopen, man. Ja, toch. Lekker, man. Lidl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 
Station. Ja, ik kook even lekker. Dolly, er is geen afbakpizza meer. Moet ik nou eten? Er is helemaal niks voor me bewaard, gemaakt. Ik bak wel een ei. Ik realiseer me net dat ik gewoon allemaal dingen vergeet. Fitbit met zo'n bandje bij een man? Nee. Ringen met tits erop? Nee. Af. Ah, deze ringen allemaal af. Oh, je hebt het al op. Nou, ik dacht dat Jax nog ei wilde, maar hij wilde niet meer. Dus dan zetten we dat gewoon zo in de koelkast. Het idee. Dat is, ja. Laten we gewoon liggen zo. Ik had dus mijn make-up eraf gehaald. En dan gaat het zo trekken op een gegeven moment. Dus ik dacht, dan doe ik even een lekker cremmetje op. Even lekker zo hydraterend. Toen dacht ik, nee. Doet hij niet, hè? Dit is echt heel lastig, jongens. Dit pak ik normaal altijd gewoon mee. En dit zou ik normaal dus opruimen. Hop, gooi we gewoon even daar neer. Alright, ik slaap naakt vannacht. Dat is raar, maar dat hoort er een beetje bij. Althans... Dat is natuurlijk niet zo bij alle mannen, maar ik denk wel veel mannen eigenlijk. Maar goed, ik weet niet waarom. Het voelt een soort van, ja, comfier om iets op mijn huid te hebben of zo. Maar nu dus niet. En we gaan beleven hoe dat is. Ik kijk nog even tv en dan zal ik zo wel slapen. Ik denk voordat Bart thuis komt, want Bart is nou een barbecue, dus ik weet niet hoe laat het gaat worden. Oh ja. De kleding die ik heb uitgetrokken ligt uiteraard gewoon op de grond naast het bed.
Goedemorgen, daar zitten we dan. Hello Sunday morning, met Jacksje. Hey Jacksje. Hey. Papa die ligt nog in bed. Volgens mij om 3 uur thuis. Dus ja, kon natuurlijk niet meer aan om hem er als eerste uit te laten gaan vanochtend. Maar zelf heb ik ook niet echt altijd lekker geslapen met het warme weer. Maar hey, niet klagen nu dat het warm is. Nee, don't do that. Don't go that way. We are going to have a fun day. 11 uur ga ik Jola weer ophalen bij het slaapfeestje. Ik ben benieuwd hoe ze het heeft gehad. Ze heeft al allemaal berichtjes gestuurd dat ze het onwijs naar de zin had. En ik heb uiteraard, toen ik wakker werd, gewoon aangetrokken wat er op de grond nog naast me lag. Ik loop overal langs. Weet je waarom? Ik leef vanaf gisteren 6 uur, 24 uur, als man. Oh nee, shit. Nee, en nu? En ik dan? Jola moet opgehaald worden van haar vriendinnetje. Dat is al heel niet mannelijk dat ik dat zeg. Dus daar ga ik eigenlijk al een beetje voorbij aan dit hele. Maar ja, het moet normaal toch gezegd worden. Normaal haal ik er altijd op, dus nu moet jij erop halen dat jij de man bent. Broer. Nee, ik bedoel dat ik degene ben die het zegt dat het moet gebeuren. Oh, okay. Maar kijk, dit is al het resultaat van dat ik gisteren man was. Heb je niet gezien? Het was gewoon neerflikkeren. Heb je gisteren ook niet beneden gezien toen je thuis kwam dat alles gewoon nog op de keuken ligt en zo? Ik was om 2:30 thuis. Denk je dat ik daar zin in had? Voor mijn stem. Ik heb gewoon 12 uur lang alleen maar zitten kletsen. Oh ja. Maar als jij je gaat aankleden 's ochtends, dan doe je toch gewoon aan wat er op het bovenste ding ligt? Nou, ik heb net een nieuwe boxer aangedaan. Oh ja, ik doe wel een nieuwe boxer aan. Ik heb een shirt aan wat ik gisteren aan had. Gewoon wat boven. Ja, maar je trekt toch altijd gewoon wat je gisteren aan had? Oh, je bedoelt dat jij nu aan moet wat bovenop ligt? Maar ja, ik heb hier allemaal vlekken, maar dat boeit jou natuurlijk nooit. Dus dat moet ik eigenlijk. Wat is dat nou? Die komt uit de was dan? Of... Nee, die lag bovenop. Hè, dat heb jij gedaan dan als vrouw zijnde. Nee. Ik doe deze lekker aan. Schat, die is schoon. Ja, en hij ligt bovenop. Oké. Okay. Ja, nee, maar ik moet ook een broek aan. Ja. Wat is je meest skinny broek die je hebt? Deze? Oh, oké. Okay, nou, mooi. Ja, of deze. Moet je even kijken. Maar eigenlijk, die ligt niet bovenop. Hè, dus... Een nieuwe boxer. Outfit van de dag. Zo moet ik dus de hele dag door. Het is wel super awkward om zonder BH... Zo, Jola te gaan ophalen. Oh mijn god, ik heb echt het gevoel dat mensen echt denken dat ik... een soort van net uit mijn nest kom of zo. Heel onverzorgd gevoel. Oké. Erg. Sorry, maar ik kan dit niet. Je ziet hier gewoon tepels in. Ik ga toch heel even kijken voor een ander shirt hoor. Want dat trekt normaal natuurlijk strak bij hem. Maar hier zie je allemaal kreukels in en met tepels. Toch erg. Eigenlijk is dit helemaal niet mannelijk wat ik nu doe, maar weer omkleden. Erg. Dan maar gewoon die vieze. Wat is erger? Als je mijn tepels ziet of vlekken? Ik vind tepels erger. Ik voel me ook zo kaal. Tas hoeft niet mee. Telefoon kan gewoon hierin, toch? Ja. Zo. Yeah, man. Dit is wel chill. Oh, die ruimte. Het is op zich wel chill. Zo lekker. Lossig. Even naar de wc. Maar we doen het wel met de deur helemaal open. Hoe doen we dat? Zo, ik ben een beetje te laat denk ik. Nee, daar denk ik trouwens helemaal niet over na. Ben ik gewoon. Inparkeren. Als een man. Dan gaan we dan. Ja, ik kon dit gewoon met één hand in één keer. Yo man, bam. Wat ben ik toch goed. Oké, en nu andere mensen om ogen komen in deze kleding. Wat gaan ze denken? Ik heb ook nog helemaal niet gedoucht. Oh, erg, ik hoop dat ik niet stink. Ah, Jola, je hebt mij door hè? Ja, je hebt de Bartse broek aan. Je bent 24 uur een man. En ik ging Jola ophalen en ik stond daar en ik schaamde me echt. Ik stond een beetje zo met mijn armen over mijn borst heen. Want het voelt zo raar om geen BH aan te hebben. En toen stond er ook nog best wel een andere, best wel knappe vader. En toen zei Jola, mam, ben je uit je broek? Je bedoelde zeker, heb je geen schone broeken meer van jezelf of zo? Ja, dat bedoelde ik. En toen dacht ik, nee Jola, niet zeggen. Nu gaan ze juist kijken. Dank je. Oh, daarom deed je ook zo van, was het leuk? Je zei ik ja. En dan zei je verder niet meer van, nee, wat hebben jullie gedaan en zo dan? Normaal zeg je altijd, ja en hoe leuk was het dan? Wat hebben jullie dan gedaan? En nu zeg je gewoon, oké.
Oké. Nou, let's go. Ja, let's go. Ik kan gewoon uitparkeren in één draai. En ik weet de weg ook uit mijn hoofd. Meteen. Omdat ik hier één keer ben geweest. Ja. Ja. Ja, dat geloof ik ook echt. Ik hoef helemaal niet extra te kijken. Ik voel pas voor mijn velgen. Een lunch eten, lekker lunchje. Maar eigenlijk had ik het maar gewoon rechtstreeks uit het pak moeten eten. Dat is wel echt mannen eigen. Oh, oeps. Nee, foutje. Iedereen maakt fouten, ook mannen. Soms. Anne, als ik nou altijd zo was, Bart. Hey, waarom staat die lekschaal leeg? Omdat ik dat gewoon heb gelaten. Taak van een man. Nee. Oké, is goed. Maar wat? Hey. Oké, is goed, Bart. Dat doe ik nu een keer, maar dat doe jij gewoon niet. Okay. Maar helaas, kans verkeken. Zou jij? Nee. Het trekken als ik altijd zo was? Nou, ook met deze kleding en zo, hè? Bart zei net dat hij het wel sexy vond. Jezus. Die broek wel leuk staan bij je net. Niet zo heel baggy. En niet met dat shirt zo helemaal over mijn buik. Dan wel met zo'n topje. Die vlekken erop. Die hoofd ook allemaal vlekken. Er zijn allemaal verfvlekken op, man. Nou, ja, even eten hoor. En een boer. Heb je gisteren ook niet gedoucht? Nee, ik heb nog helemaal niet gedoucht. Ruik je het al? Ik ben altijd al een beetje half man, half vrouw. Voel jij je een man? Je half transgender, half niet? Nee, zo nou ook weer niet. Ik voel me wel echt een vrouw. Maar soms hou ik wel van mannen dingen. Gewoon van mannenhumor bijvoorbeeld vind ik leuk. Of gewoon een beetje down to earth, een beetje nuchter, een beetje dat gekakel van vrouwen kan ik soms zo irritant vinden dat ik mannen gewoon snap soms, mm-hmm. Dat ik gewoon denk van, oh man, ik snap echt dat mannen dit irritant vinden, dat gekakel en dat gezeur en dat emotionele gedoe. Je vindt ook mannen dingen lekker. Wat, mannen dingen lekker? Dan zei je, mannen dingen vind ik ook wel leuk. Ja, en vrouwen kan ik ook. Ja. Oh, ja, ik ben niet echt van de... Dat had ik eigenlijk even moeten maken, hè? Technisch geef plusje, maar wat ik gewoon normaal doe. Dat geeft hem maar je moet zorgen dat de platte kant van dat ding erop komt. En dan draaien. Uit te leggen. En wat kijken, heb je de goede kant? Ja, je had al de verkeerde kant, niet. Dus... Hé, hey, ik fix dit gewoon. Oh, oké. Ga jij dat even fixen? Godverdamme! Godverdamme! Wie heeft hem gedaan? Dat is een vrouwenstem. Je moet mannelijker... Op de bloemen. Moet ik er vinden dat ik met het hele gezin man zijn? Nee. Ik ben geen echte man zonder gezin. Nu ben je geen echte man. Normaal. Ja, vast. Ja? Oh. Zo. Ik laat dit vaker door jou doen. Ja, sorry, een man zit niet zo met zijn rug en zijn kont achter. Hoe dan? Ja, een beetje zo. En hoe kan het maar? Ik ben toch bezig. Hier ook. Gefixt. Applaus. Ik was dus net deze aan het opsmeren. Kan je nagaan hoeveel dingen gewoon uit automatisme gaan. Ik moet dit nu ook heel vies vinden. Cherry. Nee, ik vind dit helemaal niet zo lekker dat ik het eigenlijk wil opeten. Nee. Ik heb het eigenlijk best wel warm. Dus ik doe gewoon mijn broek uit. En dan blijft hij daar gewoon liggen. Bart zit boven maar dat het te werken. Nou ja, hoort er misschien ook wel een beetje bij. Wennen om niet te... Ik wil dat het gaan schakelen. Drive. Oké, tasje gaat niet mee. Pinpas.
Telefoon. Alles in mijn zak. Camera ook in mijn zak. Oh mijn god. Alles in mijn zak. Oh, sleutels moeten ook nog in mijn zak. Zwaar leven. Ik hoop zo erg dat ik geen bekende tegen ga komen. Heel even appen hoor. Wat ik ook weer voor soort toetje moet kopen. Eet smakelijk. Laat het oorje dan. Oh, over een half uur is mijn 24 uur afgelopen. Snel. Ik ga sowieso even lekker douchen straks. Niet dat een man nooit doucht, maar het is er gewoon nog niet van gekomen. En naast. Wat een zwaar leven als man. Auw. Echt heel zwaar. Auw. Auw. Heel zwaar. Maar het is afgelopen, dames en heren. 24 uur als man zit erop. Wat heb ik ervan geleerd? Dat je superveel tijd overhoudt als je helemaal niks hoeft te doen. Van je opmaken, wassen. Ik ga zo wel even douchen nog trouwens. Want het is niet zo van, ik ben een man dus ik ga niet douchen. Maar het was er gewoon even niet van gekomen. En dat ga ik nu doen. Dus dat is wel even lekker. En daarna ga ik lekker een crèmetje opdoen. Je gaat niet dat nu doen. Doe je maar later. Ja, en de boodschap van deze video is toch wel dat het uiteindelijk allemaal niet zoveel uitmaakt. Of je nou een man of een vrouw bent. Het gaat er gewoon om hoe je zelf de dingen doet. Mm-hmm. En ik doe dingen eigenlijk al heel vaak een beetje op een mannen manier. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik ben trots op mezelf dat ik dat op die manier doe. En soms voel ik me meer een man en soms voel ik me meer een vrouw. En zo gaat het nou eenmaal in het leven door elkaar heen. We zijn allemaal één. Ja. Ja. Allemaal één. Allemaal één. Doe een duimpje omhoog, abonneer hier beneden bij.